Dames en heren, ik zit hier met Joran Vroom in het prachtige Rosarium in het Goffertpark in Nijmegen. Hij heeft net gespeeld met zijn band Group of Friends. Is de tweede keer dat je live hebt gespeeld, denk ik, hiermee. Althans, semi-live voor een tv-show. Derde keer. Ja, derde keer. We hebben ons debuut gekend in november. Ja. Toen in december nog iets wat. En nu weer. Is het nou echt een coronaproject? Iets wat is ontstaan omdat je dus eigenlijk geen optredens had? Nee, is dit iets wat je al veel langer mee bezig bent? Ik ben 2,5 jaar geleden begonnen om de muziek op tape te krijgen. Ja. In je eentje? Ik heb heel veel hulp gehad. En door de heer Dennis Letnom, die helpt mij. Die heeft me eigenlijk de ruimte gegeven van, hey man, je kan hier terecht in de studio Legacy. Een x-aantal dagen, doe je ding. Ja, als je zo'n kans krijgt, dat is de kans waar je op zit te wachten. Eigenlijk natuurlijk. En dus Dennis en ik kennen elkaar goed ook. Behalve dat we vrienden, we hebben elkaar leren kennen allemaal. En we zijn een grote groep vrienden. Ja. En daar, die zijn ook bijna allemaal betrokken geweest bij dit project. En in november heb ik dus de kans gekregen om het ten gehore te brengen voor de eerste keer. En dat is nog steeds deze groep eigenlijk. Als ik het hoor, het concert beluister, dan wat je nu hebt gegeven, de opname, dat klinkt echt als één geheel, als een soort doorgewerkte suite bijna. Heb je het ook zo bedacht? Of is het eigenlijk zo tijdens het spelen nu zo gegaan? Nee, ik heb het wel zo bedacht. Ik denk dat het extra geschikt is voor een format als dit. Ja. Maar het is ook graag hoe ik muziek maak, eigenlijk. Gewoon één geheel en dat het niet per se in het stramien is van pauze, nummer, pauze, nummer, pauze, nummer, applaus, nummer, applaus. Sommige dingen kunnen heel mooi in elkaar overlopen. In andere dingen dan neem je wel wat meer ruimte. Maar zeker nu, weet je, nu het opneemt om het later te vertonen, dan vind ik dat dit goed werkt. Ik denk niet dat je dit moet benaderen met een live idee van we gaan het in één keer opnemen. Maar niet als een live concert. Ik bedoel, je hebt niet de connectie met het publiek op dit moment. Dus geef ze iets meer als een film of als een reportage of iets dergelijks. Daarom vind ik dit geschikt. Ja, precies. Ja. Ik hoor heel veel Afrikaanse geluiden, niet alleen in een band, maar ook in jouw setup van je drumstel. Het klinkt, tel ik nou 3 of 4 snare drums? Ja, vandaag 4. Ja. Vandaag 4, maar het is een klank. Het is een klank en een kleur. Ja. Er is heel lang natuurlijk een stigma geweest, hè, van drummers. Een bepaald idee moesten zijn over wat je moest doen. Hè. Ja, drummers die dan misschien wat meer naar de technische kant keken en van dan gebruik je dingen en meer drummers die dan als een soort tegenbeweging dacht van nee, maar ik doe dit, dus ik gebruik minimale dingen, daar kan ik het ook mee doen. Ja. Uiteindelijk is het een klank. Elke extra toon is een extra klank, elke extra snare, weet je, is een extra klank. Dus en ik denk dat mijn muziek gebaat is bij heel veel klanken, dus ik nodig altijd mijn muzikanten uit om gewoon heel veel textuur te brengen. En dat doe ik zelf ook vandaag toevallig met zoveel snijdrums. Misschien hou ik het zo, misschien niet. Volgende keer is het weer anders. Ja. Nou ja, door die sound van die snares, die relatief wat hogere geluiden. En die attacken deed me wel echt denken aan West-Afrikaanse percussie-instrumenten. Dat is het ook. Dat is de basis. Mijn percussiesectie en ik. Yarif en Fanti. Ja. We zijn met elkaar opgegroeid en Fanti's vader, Ponda O'Brien, die heeft ons geïntroduceerd in de West-Afrikaanse traditie, de Mandinka-cultuur. Ja. Dus dat is onderdeel van onze jeugd geweest. Echt onze tienerjaren hebben we met elkaar gespendeerd, deze muziek leren kennen. Mm-hmm. Ook in verhouding tot bepaalde sociale gebeurtenissen. Ja. Zoals wat? Wat is iets wat jou bijvoorbeeld bijstaat dat je jong was, dat je die muziek een belangrijke rol speelde? Nou, het was meer je leert de ritme. Ja. Maar we leerden dan niet alleen het ritme. We leerden, dit ritme wordt gebruikt in deze context. Dit ritme, sofa wordt gebruikt of is ten ere van de krijgers te paard. Dat soort dingen, weet je. Ja. De context achter de muziek. En
dan snap je ook hè, dat in hoe het in verhouding staat tot de maatschappij, zeg maar. Ja. Iets wat we eigenlijk niet heel veel doen. Mm-hmm. Eigenlijk, weet je wel, je hebt, we kennen het in de verhouding tot van bruiloften of wat dan ook, weet je wel. Ja, ik speel een bruiloftbandje of ik speel in dit. En daar wordt eigenlijk een beetje op neergekeken als je wat meer ambitie hebt. Ja, ja. Maar dat betekent niet dat onze muziek, geïmproviseerde muziek, staat ook gewoon in de maatschappij. Ja. Zie ik het wel. Misschien een beetje aan de zijkant, maar het is wel onderdeel ervan. Ja. Ja. Heb je op die manier ook over nagedacht toen je die muziek maakte, die trouwens op album Across the Spectrum staat, net verschenen? Ja. Album van de week in de, bij Drummerswereld, zag daar ik al. Daar ben ik wel blij mee, ja. Ja, ja. Gek. Heb je daar ook bij nagedacht bij deze muziek, vanuit dit gedeelte staat hier en hier voor. Is zijn dat ook, heb je daar ook met je band over gepraat van dit staat voor een liefde of dit staat voor, ja, noem maar wat. Ik heb het ze wel uitgelegd. Ik heb het ze wel uitgelegd om een beetje meer context eraan te geven, ook voor de spelers zelf, voor de muzici, voor de dansers. Ik had dit keer twee dansers bij me ook. Precies. Jaila en Perry, Perry Gitz, Jaila Vroom. En voor hun was het misschien hele bruikbare informatie. Ja. Dus ik heb ze wel uitgelegd, dit nummer heeft deze achtergrond, dit nummer heeft deze achtergrond. Kun je een voorbeeld geven? Nou, in de regel heeft het meer te maken met, mensen hebben wel eens gevraagd van hoe zou je het omschrijven. Het gaat meer om bepaalde gebeurtenissen die mij interesseren. Ja. En dat is dus niet per se hele zware gebeurtenissen, maar gewoon als ik hier iets zou zien gebeuren wat mij opvalt en wat ik grappig vind. Ja. Dan kan ik daar wel iets, dat blijft hangen. Is er een nummer wat je hebt gespeeld waarbij je de gebeurtenis kan vertellen? Alle nummers die we hebben gespeeld hebben een bepaalde gebeurtenis. Waar zijn we mee begonnen vandaag? Nou oké, is bijvoorbeeld Sauerkraut of zo. Dat heeft wel een beetje te maken met de maatschappij hoe die nu is. Zeker als we het bepaald hebben over hoe iedereen de mogelijkheid heeft om een mening te geven vandaag. Ja. Hè? Vroeger was dat voor mensen met de pen. En columnisten enzovoorts. Nu is het voor iedereen die een account aanmaakt. Ja. En dat is oké, okay, maar je ziet ook wat er gebeurt. Je krijgt een soort stortvloed aan meningen. Dagelijkse opiniemakers. We zijn allemaal opiniemakers geworden als we dat willen, weet je. En dat is grappig, maar je hebt ook heel veel bepaalde zure elementen ertussen zitten. Mensen kunnen hun gal spuwen ook. En ik weet niet per se of dat de bedoeling was van dit hele verhaal. Maar ik vind het grappig. Ik heb er eigenlijk geen oordeel. Ik val er geen oordeel over, het maakt me helemaal niet zoveel uit. Het is ook mooi dat mensen dat kunnen doen. Maar het heeft wel een beetje de wereld op zijn kop gezet, denk ik misschien. En vind ik dat grappig om te benoemen. En dan vertel je het aan je bandleden van dit gaat zo. Zo leg ik dat uit inderdaad. Ja. Wat heb ik nog meer gespeeld? Zo even uit mijn hoofd. Sommige nummers hebben te maken met dingen die, waarmee ik kennis heb gemaakt, recentelijk. Zoals Preferably Not. Heeft te maken met het verhaal van Bartleby. Dat is zo'n mid-19e eeuwse short story. Kort verhaal uit Amerika. Mijn vriendin heeft me dat laten lezen. Mm-hmm. En dat heb ik met veel plezier gelezen. Ja. Ja. Het verhaal moet je zelf maar opzoeken. Want precies. Heb ik niet genoeg tijd voor. Nee, dat gaan we opzoeken. Laatste vraag, echte drummers-nerdvraag. Je hebt je bekkens hoog. Dat was heel lang, was het echt, als je dat had, was echt niet de mode, was je niet hip. Heb je het altijd gehad? Is er een moment gegaan dat je die bekkens omhoog deed? Ben je er niet mee bezig op die manier? Nee, mijn setup wisselt van keer tot keer. Oké. Okay. Ja, en nu, ik vind het zelf wel fijn. Ik moet ook zeggen, ik ben wel mijn favoriete muzikale tijdperk is toch de jaren 70 uiteindelijk. Ja. Toen was het wel gebruikelijk. Toen had je ze hoog, ja. Hoog drummers als Ndugu Chancellor of Al Foster of iedereen wel, weet je wel. Ja. Heel veel mensen, laat ik het zo zeggen. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet, ik heb niks te maken met wat fashionable is of niet. Nee, daar had ik het net over. Dat er waren heel lang drummers die zeggen van, weet je, bepaalde technische dingen gaat me allemaal te ver. Ik ben een groove drummer. Wat is dat? Ja. Ik weet het niet. Volgens mij is elke drummer een groove drummer, toch? Dus dat werd een heel lang soort tweestrijd. En pas de laatste, misschien 10, 15 jaar, is dat een beetje, is dat stigma verdwenen. Dus nee, ik heb mijn cymbals niet hoog gehangen omdat ik dat fashionable vind. Omdat ik, in dit geval is het ook praktisch handig. In de studio is het vanuit praktische overweging natuurlijk.
Maar nu is het gewoon omdat ik ook makkelijker met iedereen kan communiceren. Dat komt uit. Soms willen mensen dat ik mijn cymbals laag hang, dan doe ik dat wel. Maar ja, ik vind het ook handig met de hoek enzovoorts. En het komt er wel goed uit, zeg maar. Ja, ja. Praktisch. Praktische overwegingen gewoon. Hartstikke goed. Ja. Oké, dankjewel, Johan. Ja, bedankt. Dankjewel. En veel succes. Dankjewel, gaan we doen.